Nou, lopen is toch... Lopen is zo! Ja, lopen is toch... Lopen is zo! Rennen, ja! Lopen is rennen! Nee! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Krikel. Oké, Krikel, maar is jouw naam Krikel? Want ja, we kennen jou van jouw YouTube-kanaal Krikel, maar wat is jouw echte naam? Ik heet Sam. Sam? Ja, Sam. Oh, en waarom Krikel dan? Ja, mijn achternaam is Kierkels. En dat was vroeger mijn bijnaam Krikel. Krikels of Kierkels? Nee, Kierkels. 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 Ja. Oh, vandaag hebben we dus een nieuwe aflevering van Vlaams versus Nederlands. Jij komt dus uit Nederland. Ja. Welke regio? Tilburg. Dat is Zuid-Nederland. Ja. Dus we gaan er meteen aan beginnen. Wat gaan we doen? Ik toon telkens een foto of ik ga iets zeggen. Ik ga altijd eerst aan jou vragen wat je ziet. En Celine zegt dan wat wij zeggen in Vlaanderen. Oké? Okay? Oké. Okay. Abonnee van de week! Het is weer tijd voor de abonnee van de week. Jullie hebben massaal gereageerd met kast. Michiel gaat 3 keer gooien en die 3 mensen worden abonnee van deze week. De eerste abonnee van de week. Daisy van Wees. De tweede abonnee van de week. Luasna Bidari. En de derde abonnee van de week. Rumaisa. Proficiat aan de 3 winnaars van deze week. Wil jij volgende week zelf abonnee van de week worden? Dat kan. Wat moet je doen? 1. Abonneer zeker op ons YouTube kanaal. 2. Like deze video. En 3. Reageer onder deze video het woord bos. Heel veel succes iedereen. We gaan verder met de video. Wee! Maar voor we eraan beginnen, willen we wel zeker zijn, maar 100% zeker, dat jij een echte Nederlander bent. Okay. Bewijs het. Bewijs het. Wat zie je hierop? Een bank. Een bank, ja, oh. Helemaal juist. Wij zeggen zetel in België, maar... Oh, ja, zetel, echt waar. Wat zeg je tegen dit? Een pinpas. Ja, wij zeggen een bankkaart. Het is een echte Nederlander, denk ik. Wat zie je hierop? Een mok. Ja, wij zeggen een tas. Tas. Ja, een tas. Een tas. Een tas, echt waar. Dus een tas is toch gewoon zo'n tas dat je bij je stoel ja. doet? Ja, over de logica gaan we het niet hebben, maar wat over de woorden. Aardappelen. Oh. Of patatten, maar dat is een beetje dialect. Ja, patatten is dialect. Nee, we gaan geen dialect proberen. Oké, okay, maar wat dacht je dat hij ging zeggen dan? Ik dacht iets anders. Oh. Geen idee. Dat zijn gewoon aan dan. Ik toon waar de foto's zijn, dat is mijn job van vandaag. Wat zie je hierop? Een tosti. Ja. Ja. Wat zeggen wij? Krok misschien. Inderdaad. En wat zie je hierop? Dat is een hele mond vol. En dit? Dat is een flesje water. Een waterflesje. Een flesje. Stel dat je dit bestelt in een restaurant. Dan zeg ik een flesje water. Oh, je zegt niet spa blauw. Ja, dat kan ook, maar er staat geen spa al. Spa is een merk. Oh, oké. Ik vind wel dat je voor 98% geslaagd bent op de echte Nederlander. Oké, dus ik ben niet 100% Nederlands. 98. Okay. Het allereerste, typisch Vlaams. Ik ben benieuwd of je het kent. Wat zie je? Friet. Met? Satésaus. Satésaus? en wat nog? Ja, friet en satésaus toch? Of, ze kennen het echt niet, hè? Er was zo'n reactie van Nederlanders kennen het niet. Oké, okay, wat zie je? Ja, frietjes met stoofvlees. Oh, stoofvlees, dat ken ik, dat eet ik niet. Oh, wat zo raar. In België is dat echt het ding, friet met stoofvlees. Nee, ik eet dan een friet met zonder saus. Stoofvleessaus dan satésaus? Nee, volgens mij is dat niet dezelfde. Maar ik dacht gewoon dat het was. Nou, de kwaliteit van de foto is ook niet super. Nee, dat zal wel zijn, denk ik. Wat zie je hierop? Ja, een gebouw dat gemaakt wordt. Ja, niet gebouw dat gemaakt wordt, maar de plaats. Wat gebeurt daar? Een bouwplaats. Ja, een bouwplaats. En wat zeggen we in België? Een bouwwerf. Werf. Ja, dat stond op het internet. En jullie zeggen bouwplaats. Wat klopt er al? Bouwplaats of werkplaats, of weet ik allemaal. Maar geen bouwwerf. Werf? Nee, dat praat ik wel heel vaak in. Ja, een bouwwerf. Oh nee, dat zeg ik niet. Oké, okay, dat is wel grappig, hè? Je woont 20 minuten van de grens van België. Ja. Ja, ik word op woorden die anders zijn. Ja. Nee, gek. Ja, zot. Ja, zot. Dat zeg ik ook. Krikel, hoe lang is het geleden dat je dingen moest voorlezen voor de klas? 4, 3 jaar geleden, denk ik. Oh, dat ga je het wel nog kunnen, denk ik. Er staan 3 woorden op en jij mag ze gewoon voorlezen. Oké. Okay. Tanken, jam en tram. Oké, okay, en wat zie je? Tanken, jam en tram. Die zeggen gewoon, dat is letterlijk wat er staat. Ja. Wij zeggen wat er staat. Maar, ik heb dan wel een vraag, Krikel. Wat zeg je tegen dit woord? Een tram. Een tram. Wacht. En wat zeg je tegen dit? Een trampoline. Trampoline en tram, maar... T-R-A-M blijft wel hetzelfde. Ja, dat wel, dat klopt. Maar je zegt niet trampoline. Nee. Oké, okay, ja, het zou kunnen toch? Nee, dat is het niet zo, nee. En mensen die naar jouw video's kijken, hoe noem je die? Kijkers.
Ja, en als ze echt heel graag kijken naar jouw video's. Fans? En wij zeggen? Fan. Ja. Fan. Ja, wij, in België zeg gewoon, ja, want wat wij als een E zeggen, zeggen jullie als een A. Ja. Ja. Bij veel woorden dan. Omdat er een A staat. Ja, dat is het. Jij hebt wel gelijk, ja. Dat klopt wel. Ja, sommige dingen zijn logischer bij ons en sommige bij jullie. Ja. Dat maakt het mooie mensen. Ja. Wat zie je hier staan? Oliebollen. Oh ja, wij ook. Ja? Oliebollen. Zeg je nooit smartenbollen? Oh. Oké, okay, die doen we weg. Zegt er iemand smartenbollen, laat het ons weten. Denk het niet. Nu ben ik wel benieuwd naar de volgende. Wij waren ooit eens bij mensen in Vlaams-Limburg. En zij hadden een speciaal woord voor dit. En ik had het woord nog nooit gehoord. Maar wat zie jij dus hier? Ja, glijbaan. Oké. Okay. Ja, wij ook. Glijbaan. Ja, maar die mensen zijn een schuif af. Schuif af. Ja, een schuif af. Een schuif af. Nee, dat ken ik niet. Nee. Ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die schuif af zijn. Ja, ik denk het ook. Wat is deze persoon aan het doen? Lopen. Ja, aan het wandelen. Ja, jullie zeggen altijd, zelfs als iemand aan het stappen is, die is aan het lopen. Wat is stappen? Stappen. Oh, wandelen. Stappen, dus... Wandelen, maar wandelen is gewoon, zeg maar, je gaat een stukje wandelen, dan ga je eigenlijk gewoon een stukje lopen. Eigenlijk is het hetzelfde. Toch? Nou, lopen is toch... Is zo... ja, lopen is toch... Is zo... Lopen is gewoon... Rennen, ja, ja. Lopen is rennen. Nee. Wacht. Als je stapt, doe je toch gewoon zo. En als je loopt, is het zo. En rennen is heel snel. Nee, ja, rennen is gewoon, ja, of joggen. Hardlopen. Ja, bij ons is joggen lopen. Echt? Ja, echt zo. Dus, maar dan, wat is dan op een normaal tempo, als je dan loopt, gewoon als ik... Als je stapt. Brood ga halen of zo. Wandelen, dan... Wandelen. Ja, maar wandelen ga ik zo, doe je vaak... Stappen. Voor mijn idee is, als je gaat wandelen, ga je zonder doel ergens heen. Dan ga je gewoon een stukje lopen, zeg maar. Dan ga je gewoon een rondje lopen. Dan ga je even wandelen door het bos of zo, weet ik veel. Als het doelloos is, is het wandelen. Ja, dat is wel mijn ding daarin is, maar dat weet ik ook niet of dat klopt. Zijn er mensen uit Nederland die zeggen wandelen als je naar de bakker gaat? Want jij zegt echt Nee, dan zeg ik, dan ga ik lopen. Ja, dan ga je lopen. Ja, dat wel. Ja, maar moet er één iemand in Nederland zijn die zegt wandelen? Oh ja, nee, ja. Misschien ik wel. Ja, we moeten die zoeken. Je edit jouw video's ook zelf, samen met je maat, heb ik gehoord. Ja. En dan gebruik je dit waarschijnlijk. Ja, een toetsenbord. Oh. Ja. Zeggen jullie soms klavier? Klavier? Dat zeg ik echt nooit. Oké. Ja, ik dacht dat iemand klavier ging zeggen. Maar... Ja, ik denk het wel. Sommige mensen zeggen het wel, denk ik. Nee, dat ken ik niet eens. Dit. Een afzuigkap. Oh, wat zeg je? Een dampkap. Dampkap. Ken je dat? Ja, nee, maar het klinkt wel logisch. Het is zo van damp dat eraf komt. Ja, maar het zuigt ook dingen weg. Ja. Dus afzuigkap is ook niet echt onlogisch, vind ik dan. Nee, dat is waar. Kan allebei. Wat zie je hier in het algemeen? Een snelweg. Ja, wat zeg je? Ja, autostrade. Ja, België zeggen we meestal wel autostrade. Ja, maar misschien is het een autostrade. Autostrade. Strade. Autostrade, ja. Heb je nog nooit gehoord? Nee. Ja, is die echt dat je niet vaak in België komt? Nee, bijna nooit. Kom eens naar België. Ja, kom ik naar België. Voor een week. En wat is dit dan? De vluchtstrook. De vluchtstrook, wat zeggen wij? De pechstrook. Ja, en nu heb ik wel echt iets grappig. Ken je pechstrook? Nee. Ja, kijk, het liedje Vluchtstrook ken je wel, toch? Nee. 130, hond, vluchtstrook. Oh ja, maar, ja, ik ken het wel. Ja, en het grappige is, plots was het op de radio in België. En het is echt veranderd, de tekst. Ja, in België op de radio is het 130, hond, de pechstrook. Maar hij heeft toch dezelfde zanger ingezongen? Ja, echt waar. Echt waar. Ja, ik vind dat ook super raar, want er zijn zoveel Nederlandse liedjes die naar België komen en die blijven hetzelfde. Ja. Dus ik zou wel graag de uitleg eens willen horen. Ja, ik ook. Anton, als je het kijkt, leg even uit. Vertel. Jij doet iets naar mij en ik doe... Wat doe ik dan? Dan schrik je. Dan schrik ik. En wat zeggen we in België? Ja, verschieten. Ja, misschien is dat wel een dialect. Maar kennen jullie dan, zeg maar, onze woorden wel echt? Geen idee. Nee? Ja, zeg maar dat dan. Als ik zeg schrik, weet je wel? Ja. Wel. Terwijl ik, zeg maar, echt geen idee heb. Want als jullie dat zouden zeggen, verschieten, dan zou ik... Wat is dat? Oh. Het is wel apart, zeg maar, dat ik totaal geen idee heb, maar jullie weten het toch wel. Jullie woorden zijn iets duidelijker, denk ik wel. Ja. Ja, maar verschieten is misschien ook wel dialect. Ja. Heb je 100k playbutton al? Nee, ik moet nog binnenkomen. Oké, als die binnenkomt, dan kan je die ergens insteken. In zoiets. Niet dit natuurlijk, maar... Een lijst. Een lijst, ja. Maar in wat steken wij dat in België? Ja, een kader. Een kader, ja, het is wel een kader. Oh. Dat klopt, maar dat zou ik nooit zo zeggen. Je zegt echt een lijst. Een lijst. En wat zeg je dan tegen een blad vol namen en nummers en gegevens? Een ranglijst? Of? Ja, oké, ja, het is een lijst.
Ja. Alleen, ja, als je het nog duidelijk kan maken, zeg gewoon wat voor soort lijst het is. Oh, dus je hebt een ranglijst en dit is dan een... Ja, ook een lijst. Shit. Oké, dat is raar. Dan snap ik het ook niet meer. Jawel, dat is wel een lijst. Maar komt er niks voor, dus je hebt een ranglijst? Dit is geen fotolijst bijvoorbeeld. Dus zo zou je het ook kunnen noemen. Oh, oké. Maar dan zou je echt de foto in hangen. Ja. En dan is het een playbuttonlijst. Ja, zo zou je het ook kunnen. Oh, oké, ik ben mee. Nee, ik ken het niet, maar dat kan misschien wel. Ja. Heb je altijd zo'n haar gehad? Nee, ja, in principe wel. Alleen ik deed altijd gel in. Dus je had nooit aan dit in je haar? Een elastiekje. Een elastiekje? Nee, wat doe jij in je haar? Een rekker. Rekker? Echt? Ja, ja echt waar? Ja. Dit is een rekker. Een elastiekje. Maar je kent het niet, die woorden. Nee, echt nooit van gehoord hoor. Nu zag ik op het internet over die foto iets wat Nederlanders zeggen en ik vind het niet super sympathiek eigenlijk. Maar ik ben benieuwd wat jij ziet. Een zwangere vrouw. Oké. Wat zeg jij? Ja, ook een zwangere vrouw. Een zwangere vrouw, inderdaad. Maar volgens het internet, daar stond er dat Nederlanders soms zeggen een volle vrouw. Volle vrouw? Ja, echt? Die vrouw zit vol. Ja, echt. Dat stond er mensen. Ik dacht, dat kan toch niet dat hij dat had. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat zei. Nee, oké, dat vond ik ook al heel... Want ja, als je het eerst zit vol, dan heb je gewoon genoeg gegeten. Ja, oké. Dan ben ik niet zwanger. Zitten we al op dezelfde lijn. Ja, dat denk ik wel. Nu komen de extra's. Ja, we hebben elkaar voor het eerst ontmoet op de wedstrijd van Creators. Ja. En ik vroeg aan hen, wat is jullie pronostiek voor de wedstrijd? En ze waren aan het kijken naar mij. Pronostiek? Weet je? Wat? Nee? Oh. Jij kent het ook niet. Nee. En dan kan je iets afleiden als ik zeg... Een voorspelling? Ja, de wedstrijdvoorspelling. Maar vanaf nu, als je naar een voetbalwedstrijd gaat, zeg je, wat is de pronostiek? En kijk naar de reactie van je vrienden. Ja, ik denk dat ik dat alweer vergeten ben. We zullen het opschrijven. Het is de laatste keer dat ik het zeg, je hebt de 100.000 abonnees gehaald. Maar stel dat jij dat de hele tijd zou herhalen. Wat zou ik dan misschien vinden van jou? Dat ik irritant ben? Ja, dat kan. Maar nooit, als je vaak... dingen zegt die je hebt bereikt. Ik kan het woord niet zeggen, want dat zoek ik. Dat ik opschep. En wat zeggen we in België? Een stoever. Een stoever. Ja. Ken je dat? Oh, nee, ken ik niet. Oh, ja. Niet, maar hoezo? Nooit van gehoord. Hetzelfde principe is een beetje dat iemand die dus een stoever is, zegt ze ook vaak, die heeft een dikke nek. Ja. Maar dat is, ik weet ook niet wat dialect is, of dat valt in Nederlands, want het wordt al vaak gezegd. Ja. Maar dat ken je dus ook niet. Nee, dikke nek. Ja. Nee. Oh, damn. Maar ik heb nog zo eentje. Stel dat nu alles wat wij verteld hebben, dat het allemaal niet waar is. Dat we gewoon al die woorden verzonnen hebben. Dan zijn wij eigenlijk jou voor de gek aan het houden. Ja. Ja, dat zeggen jullie in Nederland, voor de gek houden. Ja. En in België zeggen we dan... Met je voeten aan het spelen. Dat zeggen jullie ook niet. Ja, oké, dat zeg ik niet. Dat is wel... Want als ik zeg ik ben met mijn voeten aan het spelen, dan ben ik dus met mijn voeten aan het Maar je hebt toch ook spreekwoorden in Nederland? Ja, die heb je wel, maar die ken ik allemaal niet. Oh, oké. Okay. Nee, dat ben ik niet. Dus het kan wel zijn dat het een spreekwoord is? Ik denk niet. Nee? Nee, weet ik niet. Ja, nee, ik durf niet op zijn zeker te zeggen, maar ik ken hem niet. En dan is het al tijd geworden voor de allerlaatste. Toen wij hier aankwamen, ja, zagen wij Krikkel dus. En die zei, mag ik eens de gegevens van jouw nummerbord? Zo zei je dat toch? Ja, wat is je nummerbord? Wat is je nummerbord? Ja. Maar nummerbord kende ik dus niet, maar ik kon het wel afleiden uit hetgeen wat je zei. Heb je een idee hoe wij een nummerbord noemen in België? En ik ben ervan overtuigd dat er nog mensen zijn die niet weten wat we bedoelen. Ja. Waarschijnlijk iets met een plaat. Oh, ja. Nummerplaat. Ja, want dat klinkt ook wel logisch. Want het is misschien wel meer een plaat dan een bord. Ja, wij zeggen ook verkeersbord. Ja, dat zeg ik ook. Oh, oké, maar geen verkeersplaat. Nee. Dat is alweer apart. Ja. Dat zei ik nog niet. Tijd voor de allerlaatste. Stel, jouw zus komt thuis met een vriend. Wat is die vriend van jou? Schoonbroer, toch? Schoonbroer. Jawel, schoonbroer. Maar niet je zwager. Maar zou je dat ook kunnen zeggen, inderdaad? Oh, ja, dat kan volgens mij wel. Zou je het zeggen, zwager? En dat wordt wel gezegd, volgens mij in Nederland. Ja, volgens het internet wordt het gezegd, maar dan vraag ik me wel af. Stel, heb je een broer? Nee. Oké, stel je hebt een broer en die komt thuis met een vriendin. Is dat dan de zwagerin? Of iets anders? Of is dat de schoonzus? Schoonzus sowieso, maar een zwagerin, dan denk ik niet dat dat... Maar dus de jongen heeft een naam als zwager en het meisje niet. Zwagerin? Ja, of dat is ook de zwager.
Oh ja, dat twee zwagers dat zijn. Dat kan misschien. Ik heb er geen verstand van, maar dat kan wel. Oké, maar het wordt dan gezegd in Nederland. Ja. In België is het altijd schoonbroer of schoonzus. Wat lach je? Het is toch logisch? Ja, maar de zwagerin klinkt echt raar. Oh. Zwagerin zal niet zijn. Nee. Ik weet niet vandaan al, maar dat zal niet. Geen idee, ik dacht. Het klinkt logisch. Maar ik heb wel nog eentje. Ja. We blijven gaan. De laatste heb je nog tijd. Nee. Ja, oké. Okay. Jij doet YouTube nu fulltime. Dus het is jouw... baan. Ja. Geen job, dat zeggen jullie. Ja. Ja, kijk, maar je begint er al beter in te worden. Ja, maar dat die ken ik, want dat is gewoon Engels. Alright, ik denk wel dat we genoeg verschillen hebben vandaag. Ja. Nu ben ik wel benieuwd, Krikkel, wat is jouw favoriete woord dat je geleerd hebt? Heb je een beetje opgelet? Klavier, maar we zeggen in België ook toetsenbord, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, maar klavier is leuker. Oké, klavier is leuker. Maar nu zeggen we allemaal klavier. Ja. Vergeet zeker Krikkel zijn YouTube-kanaal niet uit te checken. Check hem zeker uit, vond jij het leuk? Ja, zeker. Dankjewel. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet zeker nu te liken en te abonneren. Onder deze video. Ja, daar zo. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Peace! Je moet nog iets geven. Wow, wacht. Stop! Kom terug! We hebben nog een cadeautje voor Krikkel. Dit! Zo! Tada! Nou, alsjeblieft. Leuk. Ja, dank je. Oh, is dat de Krikkel achter? Ja, zeker. Ja, dankjewel. En weet je wat we daar in België mee doen als we zoiets krijgen? Dan lijsten we dat in. Oh, ja, in lijst. Ja, oké. Kunnen we dan nu wel de video echt afsluiten? Ja, nu wel. Oké. Okay. Peace!